We gaan nu kijken naar Rabotnik TV. Rabotnik TV was piratentelevisie uit de jaren 80. Het stond bekend om zijn artistieke waarde, bravoure, nieuwsgierigheid en provocatieve inhoud. Ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat het een inspiratie voor dit programma is. Rabotnik TV, take it away. Voor de kijkers vanavond ook speciaal Susie en de Banshees, ook bekend van binnen- en buitenland. Nou, voor zover de eerste aankondigingen van Rabotnik TV. Zeggen, het wordt weer een wordt weer kijken, Glas. Thank you.
They're taking control. And that
is als die twee gebouwtjes tegenover het Rijksmuseum. Als het ooit zou geplaatst worden, dan is het een vloek voor deze stad. Ja, ik voel me er wel bij betrokken, ja. Ik vind dus dat zo'n grootschalig, monsterachtig of draakachtig gebouw echt niet past in het kader van de bebouwing die daar is. En zoals het Waterloopplein in het verleden is geweest, een rommelmarkt, hè, waar ieder mens zich kon vinden. En waar de gein en de humor op straat lag. Om daar een dergelijk gedrocht uit de grond te halen. Maar er is nou toch ook nog een markt? Een nieuwe markt? Ja, maar die voldoet lang niet aan de eisen zoals die eigenlijk in het verleden het oude Waterloopplein is geweest. Het lijkt er in de verste verte niet op. He? Maar wat zou u het liefst zien wat er nou op Waterloopplein zou komen? Ja, nou wie ben ik? Wietstok die ik ben. He? Maar ik zou er bijvoorbeeld in het kader van sociale woningbouw graag woningwetwoningen willen hebben waar dus arbeiders in kunnen wonen tegen een betaalbare huur. Dat zou in eerste plaats zou het maar een wens zijn. Hè? En een nieuwe opera, een nieuw stadhuis, vind je dat niet nodig? Nou, ik zou zeggen, we staan hier op de Dam. En Jacob van Kampen heeft dat gebouw daar gezet als stadhuis. Hè? En nou, Lodewijk Napoleon die heeft dat een jaar of vier in zijn bezit gehad als paleis. En sinds die tijd is het zo gebleven. Ik vind dat dat gebouw weer in ere hersteld moet worden. Dus het paleis op de Dam, dat moet weer stadhuis worden. Dan zijn we al van het gebouw daar op het Waterloopplein af. En nou, voor een opera heb ik niks op tegen. Hè? Ik vind dat een opera ergens in de stad moet zijn. Alleen, hij moet wel betaalbaar zijn voor arbeiders.
van 3 juli, die om 2 uur op de Dam begon met een tentoonstelling, het afleggen van verklaringen en muziek van tegenstanders van de Stopera en eindigde op het Waterlooplein, is het begin van een daadwerkelijk verzet. De schade die toegebracht werd aan het materieel in de bouwput is nog maar een fractie van de schade die de gemeente, de gemeenschap al berokkend heeft en nog zal toebrengen als ondanks alles de Stopera gebouwd wordt. Het is een schade die niet enkel in geld uitgedrukt kan worden. De Stopera gaat op zijn minst 500 miljoen gulden kosten. De ellende die het platslaan van een ondanks alles nog levend stuk binnenstad het Waterlooplein al veroorzaakt heeft, is niet te schatten. Wij herhalen Stopera nee en verwijzen verder naar muurkranten, pamfletten en brochures die al verschenen zijn en binnenkort nog verschijnen als begeleiding van verdere actie. Aanstaande woensdagavond, 7 juli, om 8:30 is er een openbare samenzwering in het gebouw De Smederij, waar iedereen welkom is die verdere acties wil bespreken, in de Nieuwmarktbuurt. Leave it.
Zien toe met verder The Residents, Lou Reed, Michael Nyman, Duff, Bruce Woolley, Pretentious Art Forms en vele anderen. Vidzien toe, 1 uur visual music, binnenkort verkrijgbaar op VHS en Betamax. Vidzien toe, 1 uur visual music, binnenkort verkrijgbaar op VHS en Betamax. Thank you.
wethouder, partijvoorzitter van Bibikoff. Afgelopen week. Op weg naar de stembus. Ja, ja, u hoort het goed. Nederland in staat van beleg. Punt 5. De mars op Den Haag. Punt 6. De regering wordt afgezet. Punt 7. De regering neemt de macht in handen. Punt 8. Bibikoff president. En punt 9. De regering verandert alles.